Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik weer online ga kringlopen. En in dit geval ga ik kringlopen bij Vinted. Of in ieder geval, dat heb ik gedaan. Ik heb 9 dingen via Vinted besteld. En nog een ander ding wat ik jullie wil laten zien. Dat zal ik jullie zo meteen wel eventjes uitleggen. Wat dus niet op Vinted gekocht is, maar wel in deze video zit. Komt allemaal wel. Mocht je deze video's van mij kennen, op de thumbnail heb je het ook als het goed is gezien. Dan zie je mij met dichte pakketjes. Superleuk, hè? Want ik laat dan altijd mijn eerste reactie zien op camera. En dat heb ik ook gefilmd helemaal. En ik kijk terug in de beelden en ik denk, nou, lachen. Leuke content en mee. Sorry, ik ben een beetje salty. En toen zag ik dat er geen audio is opgenomen. Dus mijn audio is gone. Het zijn gewoon bestanden zonder audio. Misschien denk je, hoe kan dat? Nou, omdat ik dat heb ingesteld. Per ongeluk. Ik was in mijn camera bezig. Een beetje dat instelling aan het bekijken. En toen zag ik gewoon audio off. En ik dacht gewoon dat je dan dat geluid, wat die maakt als je hem aandoet en uitdoet. En als hij gaat recorden, maakt hij allemaal geluidjes. Ik dacht, nou, dan is dat zo uit. Heeft hij gewoon helemaal gefilmd zonder audio. Maar als ik nu in mijn scherm kijk, dan kon ik ook zien dat er een microfoontje stond met een streep door of off of zo. Maar ik ben natuurlijk super goede YouTubers. Ik kijk altijd in lens, dus ik heb dat niet gezien. Dat is natuurlijk ook bullshit, maar ik heb dat gewoon niet gezien. Dat is geen bullshit. Oh, wat was ik salty. En ik baal als een stekker, omdat ik vind dat soort video's gewoon het allerleukste om op te nemen en ook om te plaatsen. Dat het gewoon mijn echte reactie was. Er zitten ook echt wat spulletjes tussen waar mijn echte reactie ook leuk was. Ik ga het er gewoon ontplakken. Het kan me niet schelen. Jullie gaan het gewoon lekker toch een beetje zien. Dan wel zonder audio. Ga ik wel een beetje erbij praten of zo. Maar eerst dacht ik, ik ga heel die video gewoon voice-overen. Want dat kan toch ook gewoon makkelijk. Maar ik weet bij God natuurlijk niet meer wat ik heb gezegd. En ik lul natuurlijk zo ontzettend veel. Dat gaat nooit werken. Dus wat ik heb besloten is gewoon de pakketjes die ik al heb uitgepakt. Te laten zien als een soort van shoplog. Dus dit is meer eigenlijk een Vinted shoplog. Mijn vorige online kringlopen video heb ik spulletjes gekocht bij Marktplaats. Toen hadden jullie gezegd, Vinted ga je ook echt super leuk vinden. En dat klopt. Ik heb hele leuke dingen gevonden. Het eerste item wat ik had uitgepakt was dit bruine. En het is echt een donkerbruin jurkje van Vinted natuurlijk. Van wat? Ik weet niet, want ik zat te zoeken naar het merk. Maar er staat Linge Maternité. Is dat maternity? Is in het Frans maternité? Oh my god, volgens mij is dit gewoon een zwangerschapsblouse of zo. Want heel grap was, ik kan het beeld wel laten zien. Ik deed deze jurk aan en toen moest ik super hard lachen. Ik kon ook gewoon echt niet bewegen, want je zag gewoon mijn beeld eronder uitkomen. Dat ik echt dacht van, nou, dit is wel heel erg raar. Maar dit stond dus als jurkje weergegeven. En misschien is dit dus gewoon een shirt. Als je zwanger bent. Buik. Dat kan. Oké. Het kan ook zo zijn dat het wel gewoon een jurk is. Dat het niet maternity, dus pregnancy, dus zwangerschap betekent. Ik ben niet goed in Frans. Alleen mijn voornaam is Frans. Maar wat het idee is met dit shirtje, of jurkje, dat kon je ook wel net heel eventjes zien, is dat ik hem zo wilde gaan dragen. En de zoekopdracht die ik daardoor heb ingevuld, waardoor ik deze heb gevonden, en nog twee andere dingen trouwens, was milkmaid. Als je het googelt kan je het wel vinden, maar ja, heel veel dingen worden nu trouwens onder milkmaid gezet. Al heeft het een pofmoutje, omdat het gewoon een populaire zoekopdracht is, weet je wel. Dus, I don't know. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dit nou echt een milkmaid jurk is. Dat iemand gaat zeggen, dat is het niet. I don't know, maar zo stond hij op Vinted. Dus het idee vond ik echt super leuk. Ik dacht nog heel even toen ik hem aandeed, van zal ik hem misschien kunnen kroppen of zo? Of wat is mogelijk? Nou, dat was niet mogelijk, gewoon allemaal. Qua stof ook, hoe die dan zou gaan vallen, dat het niet mooi is. Ik had ook nog heel veel getwijfeld of misschien Romane deze zou passen. Maar hij is zo... Mijn vriendin Romane is namelijk echt een heel stuk kleiner en slanker. Maar hij is dus gewoon echt best wel groot. Het is wel verder gewoon mijn maat, behalve dan van de lengte. Dus ik ga nog wel even kijken of ze hem past. Dat zou wel heel erg fijn zijn voor haar. Deze kwam dus uit Frankrijk. Heb ik 5 euro voor betaald. Dus ik ben ook helemaal niet echt heel erg boos eigenlijk. Of totaal niet. Jammer dat ik hem niet pas. Maar ik ga even kijken aan wie ik hem kan geven.
Volgende item is een zonnebril. En ik vind hem echt super leuk. En dit is van origine, schijnt een Zara zonnebril te zijn. Ik weet niet of iemand die puntjes dan herkent dat dit een Zara zonnebril ook is. Dat iemand zegt, ja, dat is hem. Of dat iemand zegt, nee, geen idee. Of dat iemand zegt, oh my god, en je hebt een Celine zonnebril gekocht zonder dat je door hebt voor 5 euro. Want ik heb 5 euro voor betaald. Het is geen Celine, het was een grapje. Ik merk aan mezelf dat ik gewoon echt een beetje... En natuurlijk kan je zeggen van, goh, doe het een andere keer. Maar al die spullen liggen hier nog en ik heb de hele dag nog niks gedaan. En dus het enige dingetje op de to-do-lijst van vandaag was gewoon een video filmen. Dus dan wil je dat ook gewoon heel graag gedaan hebben. Dus ik ga mijn best doen om eventjes weer normaal te doen. Maar ik vind het echt een mooie zonnebril. Hij is ook echt heel stevig en veel meer waard dan 5 euro eigenlijk. Dus ik ben er heel erg blij mee. Volgende topje, wat toevallig ook 5 euro was. Ik had ze uitgepakt en ze waren allemaal 5 euro, 5 euro, 5 euro. Dit is een cropped one shoulder topje van de Monki. En hij is in een maatje L. Maar toen ik hem uitpakte dacht ik van, oeh, hij is best wel een beetje groot en wijd. En dat valt hij ook wel. Het is niet erg, dus het staat gewoon goed. En je kan hem gewoon, of ik kan hem gewoon combineren. Ik zei, je kan hem combineren. Dat kan je zeker. Maar ik kan het ook. Zie je wat ik bedoel? Dan word ik gewoon vervelend. En mee! Dus ja, hij zit een beetje wat wijd. Dus hij staat een klein beetje open aan de onderkant. Verder valt hij hier wel goed. De shoulder aan één kant is ook best wel wat breder. Dus ja, het staat wel gewoon heel erg mooi eigenlijk. Ja, ik zal hem ook natuurlijk ook nog even aan laten zien. Zoals je misschien kan zien is hij dus een beetje, ja, ik weet niet eens of dit echt te zien is. Maar ik ben meer gewend met dit soort topjes dat ze bijvoorbeeld gewoon... zo zitten. Dat het een beetje wat strakker aangesloten zit. En dat vind ik dan net iets mooier. En nu heb ik best wel wat stof ook vast. Dus ja, hij zit gewoon verder eigenlijk gewoon heel erg goed. Het zit lekker en mooi. Ik had hem gewoon net iets anders verwacht. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch dat het anders kan zijn na verwachting. Omdat je het natuurlijk online koopt. Maar ik vind hem wel heel erg mooi en lekker zitten. Dus ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Ik zou hem nu zo aan kunnen houden met deze outfit. Gewoon heel relaxed. Dus ik ben wel heel erg blij en helemaal voor 5 euro. Dus misschien heb je de vorige online kringloopvideo gezien. En dan was dat namelijk die van Marktplaats. Mocht je hem dus gezien hebben. Ik had een ketting gekocht van 45 centimeter of zo. Of in ieder geval best wel een lange ketting. Vol met zoetwaterpareltjes. En toen zei ik van ik wil hier een ketting van maken. En dan een wat kortere ketting. En toen hadden mensen trouwens ook gereageerd van je moet daar en een ketting van maken en een armband. Zit er gewoon veel meer kralen aan dan voor alleen een ketting. Dus dat was wel echt een heel erg leuk idee. Toen heb ik meerdere mensen in mijn DM gekregen die zeiden, oh Emmee, ik kan dat wel voor je maken. En ik ben op één DM ingegaan. En toen is een super lieve kijker bij mij geweest en hebben we, ik wilde nu zeggen samen, ik heb bar weinig gedaan. Ik had er ook helemaal geen verstand van. En Charlotte die kwam dus langs. En Charlotte die heeft zelf ook met een vriendin een sieradenbedrijfje waarin ze dus zelf sieraden maakt. Dus zij had alle tools ervoor. Zij kwam langs. Heeft een ketting gemaakt. Ik heb hem nu toevallig niet om. Een armband, een enkelband en een ring. Dat is gewoon allemaal uit die ketting gekomen van Marktplaats. Ik ben heel erg blij dat ik één lange ketting heb gekocht op Marktplaats en gewoon nu 4 sieraden eigenlijk ervoor terug heb gekregen. Even verplaatst, want de zon kwam vrij dichtbij. Ja, dan het volgende item. Ik maakte het open en toen dacht ik echt... ah, shit. We hadden echt compleet, want het topje, het is eigenlijk een beetje een soort van blouse, dus ik heb weer iets van soort van een blouse. Ik maak echt stappen. De blouse was omschreven als nieuw. Ik had er 18 euro voor betaald, bijna 18 euro, 17 euro nog wat voor betaald. En dan verwacht je natuurlijk een nieuwe blouse. Zonder gebruikersporen of wat dan ook. Er zat ook gewoon een kaartje aan. Dus in het begin dacht ik echt van, oh my god, ja, nice, 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 nice. En ik wist dat het kaartje erop stond trouwens hoor. Oh, de rit staat open. Maar ik haal hem uit de verpakking. En ik denk, wat de fuck zijn dit allemaal voor vlekken? Er zitten echt, ik weet niet of jullie het gaan zien. Dat had ik net dus ook heel veel moeite met vastleggen. Maar hier zitten gewoon bijvoorbeeld 3 mega strepen. Van hele raar, een beetje een groene kleur. En ik heb dus de hele tijd lopen kloppen. En het werd maar niet minder. Nou, die 3 strepen daar beneden zit er nog eentje. Hier nog meer van die vlekken. Dat ik echt denk, hè? Wat stom. En toen had ik ook hem unboxed en ik zag die vlekken. Want ik laat nu 2 verschillende plekken zien. Maar er zitten er echt nog veel meer op. Dat ik echt dacht van, ja, shitzooi.
Ik heb het gevoel, want ik ben een beetje gaan wachten. Ik heb de pakketjes verzameld. Dat het te laat is om hem retour te sturen. En ik heb ook wel het gevoel, als ik gewoon heel eerlijk moet zijn, dat dit er met de was wel uitkomt. Denk ik. Maar je weet het niet zeker. Dus het is gewoon irritant dat je dan zo'n shirtje koopt. Want de prijs die ik ervoor betaald heb, vind ik gewoon een nette prijs voor een shirtje met een kaartje van Naked. Maar niet voor met vlekken. En ik heb de foto's nog tijdens het filmen net, toen ik hem had gezien, ging nog die foto's kijken, inzoomen. Maar ik kon echt geen vlek bekennen of herkennen, bekennen. De vlekken waren nergens te bekennen. En de omschrijving nog gekeken. Of er misschien bij zou staan van, hey, er zitten een paar vlekjes in, maar die gaan met de was wel uit. Want dat soort advertenties heb ik ook gezien, weet je wel. Maar ja, dus ik baalde eigenlijk een beetje. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ben dus te laat met terugsturen. Ik ga hem gewoon eventjes passen. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus ik ga hem wel aan jullie laten zien heel eventjes. Maar ja, ik kan zelf verklappen dat dit het minst leuke item is van de video. Nou, dit is dus de Naked top. En ja, je ziet die vlekken gewoon niet heel erg goed. Maar Zico die staat hier in de keuken en die zei, nou, misschien is hem gewoon aangehad met kaartje. Kan. Geen idee of dat zo is. Maar ik vind hem dus wel echt heel erg leuk. Deze outfit, ja, ik zou het ook gewoon kunnen dragen, mij kennende. Maar wel heel erg leuk bij bijvoorbeeld een mooie rok of een pantalon, weet je wel. Misschien een soort van date night. Dat hij super mooie neckline ook heeft. Het is echt, echt wel heel erg pretty. Dus ik denk wel dat het dus uitgaat in de was. Ik hoop dat ook gewoon heel erg. En dan gaan we het maar zien. Even nog een shot zo, want soms is het heel lastig met die camera zo in mijn hand om hem goed te laten zien. Maar echt wel verder heel erg mooi. Dus ik ben blij. Maar de experience is toch wat minder. Als het gewoon bij had gezet, dan had ik het geweten. Had ik hem ook niet gekocht. Of in ieder geval niet die prijs ervoor betaald. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon nu echt een tegenvaller. Dan gaan we over naar, denk ik wel, mijn favoriete jurk in mijn kledingkast van deze maand. Ik heb elke keer weer een nieuwe favoriet. Maar ik, oh, bij deze, I don't know wat het is, maar ik vind hem prachtig. Ik voel me ook super nice als ik hem aan heb, zeg maar. Ik voel me ook super goed als ik hem aan heb. Dat moet ik zeggen, niet super nice. Maar ik had dus verwacht dat de jurk een beetje meer wat flowy zou zijn. Een stukje korter ook, want deze is echt lang. Ik ben 1,85 meter en hij valt echt als een midi rok. Gewoon een tussen midi en maxi nog in. Maar kijk die bovenkant en die romantische schouders, dat gepofte. Echt, ik kan er niet mee. Ik vind het echt zo ontzettend mooi. En deze is dus van de Zara en heeft ook een kaartje eraan. En is 49,95. Ik heb er... Oh ja, dat is zo dom. Want ik vind het heel moeilijk om dingen opnieuw te zeggen. Dus omdat het komt dan gewoon niet spontaan over als ik dingen ga herhalen. Maar ik ga nu toch wel even iets herhalen omdat ik dat wel een goede tip vond. Iedere keer als ik op Vinted iets zag wat ik leuk vond, dan kan je het een hartje geven. Dus dan slaat hij op als favoriete. En dat is gewoon fijn om nog een keer naar terug te kijken. Op Marktplaats heb je dan zeg maar ook het sterretje, zeg maar, en et cetera. Maar op Marktplaats, als je een sterretje aanklikt, dan krijgt de verkopende partij daar geen melding van. Maar op Vinted wel. Dus stel, ik zie deze jurk, ik geef hem een hartje. De verkopende partij krijgt dan als melding, hey, M.E. van der Pijl heeft jouw item als favoriet bestempeld. En dan kan de verkoper naar bijvoorbeeld M.E. van der Pijl of iemand privé een nieuw aanbod doen. Nou, en ik heb dus als een gek gebruik gemaakt van het favoriete knopje, omdat ik het gewoon super fijn vond. En ik wil dus een hele video maken, dus ik wil wat meer het pakketje kopen. Dus een aantal dingetjes stonden een tijdje in mijn favorieten. En ik heb gewoon van best wel veel mensen een bod gekregen. Dus dat was echt heel erg nice. Maar op een gegeven moment begon ik het ook een klein beetje te verwachten. Dus als je iemand een hartje geeft, dat je dan wacht van, oké, waar blijft je aanbod? Maar dan moet je dus niet op wachten, ook geen rekening mee houden. Het is een goed recht om gewoon de prijs te vragen die ze willen. Voor deze werd er dus 40 euro gevraagd. Maar ja, de nieuwe prijs was dus 49. En toen dacht ik, met de Vinted-kosten, met verzendkosten, dan ga je zo richting gewoon een nieuw prijs. Maar hij is ook nieuw hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik dacht, ik ga een bod doen. Ik heb een bod gedaan van 30 euro. Dus dat is 10 euro onder de prijs. Oh mijn god, de deur gaat open. Maar de kat komt binnen. Dat is 10 euro onder de prijs. En dat is best wel veel hoor. Wat je onder gaat bieden. Maar wat mijn intentie was, is dat we dan richting 35 zouden gaan. Want ik heb altijd het gevoel, als je dan 40 de prijs is, je zegt 35, dat er dan 37 of 38 gezegd wordt. En ik denk dan, als je van 40 naar 30 gaat, daar in het midden 35, ik weet niet. Ik denk dat dat gewoon
best wel aannemelijk is dat dat eerder gaat. En dat was bij dit geval ook gebeurd. Die 30 had ze logischerwijs geweigerd. En met een nieuw bod gekomen van 35,95. En dat heb ik betaald voor deze jurk. En ik ga nu even laten zien hoe die aan zit. En dat is wel goed, want ik was net alleen thuis. Nu bijna niet meer. Dus nu kan die ook dichtgeritst worden. Dat was mij net niet gelukt. Dus dan kan ik hem zelf ook nog wat beter zien. Oké, dit is dus jurk. En ik kreeg hem dus net in mijn eentje niet dicht. En nu snap ik waarom. Chico en ik moesten echt gewoon dit een beetje naar achter duwen. Totdat Chico hem dicht kreeg. Beetje strak dus hierboven eigenlijk, moet ik eerlijk toegeven. En aan de zijkant is gewoon plat gedrukt. Maar maakt niet uit. Dit is dus de bovenkant en ik ben er echt helemaal verliefd op. Maar dit is dus de lengte. En ik snap best wel als mensen misschien denken van, oh, dat is een beetje een rare lengte. Of misschien vinden mensen het leuker als die deze lengte heeft. Maar ik vind het dus echt wel wat hebben. En helemaal omdat die dus verder zo romantisch is om daar dan gewoon sneakertjes onder te dragen. Echt wel heel erg leuk. Ik ben er blij mee. Dus dit is wel echt mijn favoriete item hoor. Mooie achterkant ook. Dan heel veel het item wat ik dus wel ga laten zien, maar niet op Vinted heb gekocht. Dat is namelijk mijn Burberry jas. Ik wil al heel erg lang een Burberry jas en toen dacht ik, nou misschien kan ik eventjes kijken op Vinted. Dus dat was ik aan het doen en ik zocht dus een Burberry. Ik kwam alle vormen, maten, kleuren, whatever tegen. Dus er zit echt heel veel aanbod. En ook van Frankrijk, België, Spanje, allemaal weet je wel. Misschien echt zo'n Burberry uit Frankrijk. Leek me helemaal romantisch. Leek me helemaal leuk. Dus toen had ik een jas gevonden. En volgens mij was die 150 of 175 euro. En er waren geen aanfoto's. Dus ik had hem gefavoriet. Een bod gedaan. Werd meteen afgekeurd. En gezegd, nee, ik ga gewoon geen euro onder mijn prijs zitten. Nou, heb ze gelijk in. Ja, prima. Dus toen had ik hem eens opgezagen en zat ik even te twijfelen. En toen stuurde ik haar een bericht van, goh, ik wil hem kopen voor dat bedrag. Vind ik goed. Maar dan wil ik even nog wat meer foto's. Ik wil even dat je hem aan hebt, dat ik hem beter kan zien. Want als je hem niet aan kan zien, is het toch een beetje lastig. Nou, toen zei ze, nou, over een paar dagen ben ik weer bij mijn moeder of zo. Dus dan kan ik het doen. Maar toen was het zo, leuk gedeelte. De kringloopwinkels gingen weer open. Dus, of in ieder geval, je kon weer een afspraak maken. Dus mijn favoriete kringloopwinkelketen is Noppes. Dus ik ging meteen kijken naar Noppes. Ik hou ook van Rattenplan, maar daar niet van. Maar gewoon, ik weet niet. En Noppes is gewoon bij mij in Noord-Holland gewoon superveel. Dus ik ging kijken. En toen zag je dus een kopje met goederen afgeven, online kringlopen en privé winkelen. Toen dacht ik, online kringlopen, hè? Dus ik ging gewoon kijken en toen stond er bij nieuw, want daar kwam ik als eerste op, zeg maar. Stond er een Burberry sjaal. Dus toen dacht ik, hè? Ik ga even in de zoekbalk Burberry intypen. Had ik gedaan. En toen vond ik twee Burberry jassen voor 75 euro per stuk dan. Niet twee voor 75. En toen dacht ik, holy f. Ik heb meteen die jas gereserveerd en gezegd wanneer ik hem kon ophalen. Want ze gingen hem niet verzenden. Toen ben ik naar de kringloopwinkel in Noppes. Toen ben ik naar Op Meer. Dat is de plek, een plek in Noord-Holland waar dus die kringloopwinkel is. Waar die Burberry jassen waren. Naar Op Meer gereden samen met Marloes. We hadden die andere Burberry jas wel gewoon gezien. Maar ik had niet echt naar haar gestuurd van wil je hem ook of whatever of zo. Maar we gingen er gewoon heen om mijn jas op te halen. En toen eindstand heeft Marloes de andere Burberry jas gekocht. Dus zijn we weggegaan met twee Burberry jassen. Helemaal dolgelukkig. En ik heb daar wat beelden van. Dus ja, die gaan jullie even bekijken. Ik heb nu de jas opgehaald. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem niet in de winkel kunnen passen. Want op het moment zijn de winkels nog dicht. Lockdown, gek geit zeg maar. Inmiddels kunnen we privé winkelen. Dus dan zou ik hem kunnen passen. Maar nu dus nog niet. Dus ik sta nu random op de parkeerplaats. En ik ga hem heel eventjes passen. Hopen dat hij geweldig is. En anders ga ik die andere kopen dus van Vinted. En ik hoop dat dat niet nodig is. Want dit is natuurlijk wel echt een steal. Ja. Oh, daar ben ik echt zo blij mee. Dat hij echt, hij is echt perfect. Dit is top. Hij is ook echt stoer hier. Precies hoe jij het leuk vindt, weet ik echt zeker. Hij is echt perfect. Ik hoop niet dat mensen hier aan het werk zijn. Ja, dit is hem. Het is hem echt, ja. De binnenkant. Dat is echt precies. Die Burberry van Vinted is voor mijn gevoel wel wat langer. Dus ik had een beetje verwacht dat deze te kort was op de foto, als je het vergelijkt. Maar ik kan mensen niet het pand uit waar ik net ging checken. Yo. Maar het is echt een goede lengte ook. Ja, yeah, het is echt top. OMG. I love it. Dit scheelt gewoon
75 euro. Ja, bizar. En dat is de goedkoopste die ik kon vinden. Op Vinted staan ze ook voor 200. En in verschillende Vinted shops zijn ze ook zo duur. Ik heb het idee dat die van Vinted ook iets donkerder is. Maar misschien is dat alleen de foto. Volgens mij ook. Dit is wel echt een goede badge. Ja, yeah, echt love it. Echt helemaal blij. Heel nice. Blij. Weet je, we zijn al jaren hier allebei naar, gingen het over hebben. Over Noordermarkt, zijn verkopers, verschillende dingen. Ja. Yeah. Finally. You found the one. Woep woep. Oftewel, ik heb gewoon een Burberry jas uit kringloopwinkel voor 75 euro. Helemaal blij. Nou, de Burberry jas nog heel eventjes op deze outfit dan. Ik ben er echt mega, mega blij mee. Ik heb gewoon een Burberry jas voor 75 euro. I'm so happy. Dan, ik heb deze helemaal niet meer teruggeritst. Dit is een jurk van de Weekday. Die van origine 60 euro was. De persoon in kwestie heeft hem... Oh, in kwestie, alsof ik het al gezegd had. De verkoper heeft er 25 euro voor betaald. Dat stond namelijk op het kaartje. Zo'n aanbiedingprijs. En ik heb er 12,50 euro voor betaald. Dus super goede deal eigenlijk. Ik moet dit heel even doen. Want dan kunnen jullie pas zien hoe die valt. Want het is dus een longsleeve, lange, geripte jurk. Met een rits van boven naar beneden. Dus ik dacht, oh nice, dan kan ik hem een beetje open ritsen. Dan staat het hier wat vlot. Aan de onderkant rits je hem nog open. Dat als je loopt, dat je je benen ziet. En ik zag het helemaal zitten. De kwaliteit is super mooi. Super diep zwart. Heel erg zwaar ook. Maar veel en veel te groot. Als ik hem aan heb, dan voelt het ook gewoon alsof er veel te veel stof zit, zeg maar. Dus het zat niet super lekker. Ik heb hem daarna nog even open gedaan als vest. Ik zal het jullie laten zien. En dat was echt wel heel erg mooi. Het voelde echt als een super luxe vest. En ik dacht echt, oh ja, mooi. Maar ik dacht, ja, we gaan nu richting lente, zomer. Ik weet dus niet of ik dit ga dragen. En ik weet dus ook helemaal niet of ik het weer in de herfst, winter ga dragen van het einde van dit jaar. Dus ik twijfel heel erg. En ik ben dus te laat met terugsturen. Nou, en dit is dus de jurk. En omdat het zo mooi diep zwart... Oh, kijk, met de zon. Die helpt mij nu een beetje. Dan zie je dat hier dus de rits zit en dat het een ripstof heeft. Maar wat ik al zei, hij is gewoon wel groot en hij zit heel wijd. En het zit lekker, maar zo wil je liever dat bijvoorbeeld een thuispak zit. En ja, dit is gewoon te mooi en te goede stof om te houden als thuisjurk of pak. Ja, je zou kunnen zeggen, nu je het voor die 12,50 en tweedehands hebt gehaald, why not? Maar echt, ik gun hem iemand anders dan. Dus misschien mijn moeder, zoals ik al zei. En ja, Zico die staat hier ook en die vindt hem best wel leuk. Maar ik ook wel. Maar ik denk dan dat ik hem gewoon niet genoeg ga dragen. Dus dan is dit hem gewoon eigenlijk niet voor mij. Ik denk ik laat hem ook nog eventjes zien als vest op deze outfit. Zou ik denk ik niet doen. Maar dan zie je wel een beetje wat ik bedoel. Of in ieder geval hoe die dan valt als vest zijnde. Hij valt dan op een of andere manier weer heel smal. Alsof hij niet te veel stof over heeft. Behalve natuurlijk nog steeds hier. Maar ja, ik denk dat dit wel echt heel erg cool is. Bijvoorbeeld met laarzen, rok, een jurk of überhaupt gewoon een broek. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, wat ik dus al zei, ik weet niet of ik dit ga doen. Ik weet het niet. Kijk, als mijn moeder hem gewoon leuk vindt, kan ik hem ook gewoon weer van haar terugstelen. Op het moment dat het weer winter is en kijken of ik het leuk vind. En we'll see. En de laatste item is dit kleine tube topje van de Zara. Echt een super mooie kleur. Hij lijkt op beeld misschien iets meer richting neon, maar hij is echt gewoon groen. Het is een maat L, maar ik dacht, oh, dit is misschien een beetje te klein voor mij. En de spaghettibandje is echt heel erg dun. Dus ik dacht, oh, ik weet niet hoe dat gaat zitten. Ook met de boobs en met zwaartekracht en zo. Maar het zit echt best wel nice. Dus ik ben wel heel erg blij. Hij valt nu wel iets langer aan de achterkant. Omdat, ja, met mijn boobs maak ik dit stukje gewoon wat korter. Maar ik had hem ook echt gedaan op de outfit die ik nu aan heb. Ik zal het even een beetje laten zien. Of nou ja, dat zie je wel in de aanbeelden. Dat heb je misschien al gezien. Het was ook echt heel erg leuk. En er ligt hier toevallig ook nog een colbert. Die zal ik ook eventjes omdoen. Dat vind ik ook gewoon heel erg leuk. Het is mijn manier om wat kleur weer te dragen. En dit is de tube top van de Zara. Ik vind hem dus echt wel heel erg cute. Lekker kleurtje. Ook wel heel erg leuk bij deze outfit die ik nu vandaag aan heb. En ik zal nog heel eventjes laten zien dus met het colbert eroverheen. Maar dan moet je eventjes een beetje indenken. Van ja, ik vind de outfit met colbert ook gewoon super leuk. Maar ik denk dat niet heel veel mensen dat toegankelijk vinden. Dus dan misschien heel eventjes bedenken met een mom jeans of zo. Kijk, dit is dan de outfit met een colbert eroverheen. En als je hem dan gewoon zo hebt, dan heb je een klein beetje groen. En dan, ja, ik vind het echt super leuk. En outfit,
blij mee. Dan eigenlijk een beetje... Oh, ik heb stiekem nog gedacht. Zal ik... Oh, ik moet weer even iets opschrijven. Ik heb stiekem nog gedacht om... om dit stukje niet te laten zien. Ik dacht, dit is dan mijn kans. Ik schaam me namelijk een beetje. Dan haal ik dit er gewoon uit. Wat het namelijk is, ik heb €400 uitgegeven voor iets op Vinted. En ik dacht, oh my god, ME, wat een geld. Oh my god, wat spannend. Maar je wilt het al zo graag. Je wilt het al zo lang. Doe het nou maar gewoon. Dus ik koop die haarstyling tool. Mensen kunnen misschien al raden wat het is. En betaal €400. En de dag daarna komt Vinted bij Boos. En toen dacht ik, shit. Oké. Okay. Toen was ik een beetje in de paniek. Maar toen dacht ik, weet je wat... als het niet goed gaat of als iets mis is, dan ga ik er gewoon op vertrouwen dat vindt het gewoon fixt. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik ook meteen dacht van ja, ik ga het unboxen op video. Het zou niet zulke goede reclame zijn. En misschien komt het een beetje over als misbruik maken van de situatie. Dus van het aantal volgers dat ik heb. Maar ik ging er eigenlijk stiekem een beetje vanuit dat nou, het wordt wel gefixt voor mij. En dan bedoel ik meer gewoon dat het gefixt wordt waar ik recht op heb. Dus niet van... Ja, buiten de regels om. Dat bedoel ik niet. Gewoon van als het niet geleverd wordt of als het kapot is of whatever, dan komt het helemaal goed. Of ik moet gewoon ook weer Boos mailen of Tim even bellen. Niet dat ik zijn nummer heb, totaal niet. Oh, dit is super funny. Dit had ik net ook niet verteld, dus dit komt er nog wel gezellig uit, gelukkig. In de zin van niet, het komt er nog spontaan uit. Ik was het dan weer gewoon een beetje vergeten. Ik heb zijn nummer echt niet. Het was een grapje. Ik heb nooit echt contact met hem gehad. Maar ik ken hem natuurlijk wel. En ik heb hem wel gezien. Hij weet helemaal niks meer van mij. Maar kijk, dit is een foto. Nou, leuk, leuk, leuk. Oh my god. Ik heb net even een appgesprek teruggelezen over iets. Oké, dit is echt een grappig verhaal. Ik was op de Feed. Iets van Feed Awards. Of toen heette het nog niet Awards of zo. Iets met Feed. Beste gastspreek. Tim Hofman zag ik voorbij komen. Ik dacht, oh my god. Ik was toen helemaal... Ik heb het nu over 2017 is dit. Begin 2017. Hij ging op de foto met een aantal meisjes van 16, 15 of whatever. Hij loopt door. Ik zeg, hi Tim. Mag ik ook met jou op de foto? Ik ben met Tim Hofman op de foto gegaan. En hij moest ook wel een beetje lachen. Van, oké, waarom moet jij met mij op de foto? Maar is goed. Leuk. Gaan we doen. Dus ik had die foto op Instagram gezet. En mind you, ik was net uit een relatie van flink wat jaar. Ik was dus net single. En toen heb ik dus die foto op Instagram gezet met de caption, ik ben verliefd. Ik kreeg comments met, gefeliciteerd, wat leuk dat jullie samen zijn. En ik dacht, nee, wat heb ik gedaan? En ik kreeg allemaal DM's en op Snapchats en zo. Want toen deed ik nog aan Snapchat. Of in ieder geval was dat nog openbaar voor kijkers of zo. Dat is het nu niet meer. En oh my god. Ik moest zo hard lachen dat mensen dachten dat ik wat met Tim. Dat ik een relatie had met Tim Hofman. Was helaas niet zo. 9 april 2017 zegt ze: ik zag je foto met Tim. Ik sta nu op een feestje waar hij ook is. Dus ik zeg: oh my god. Ha. Toen zei ze: ha. En toen zei ik: Jezus. Ha. En toen zei ze: hij is echt lekker. Dus ik zei: ja, godver. Dat ik echt dacht, waarom ben ik niet op dat feestje? Alsof hij mij zag staan, daar denk je dan niet over na. Je denkt gewoon, oh my god, ik wil hem dan ook zien, weet je wel. En toen zegt zij opeens, hij vond je schoenen mooi. Ben je vast heel blij mee. Dus hij wist nog wie ik was. Oh my god. Ik denk dat ze gewoon mijn foto had laten zien van mijn Instagram. En toen heeft ze ook nog een foto. Ik doe even mijn hand voor haar gezicht. Een foto met hem gemaakt voor mij. Toen zei hij, kusje van Tim. Hij maakte die selfie met mijn telefoon voor jou. Dus gezien de goede relatie van mij en Tim Hofman, dacht ik, komt helemaal goed. Dat dacht ik niet. Ik had hem al besteld. Ik was helemaal in de paniek. Maar ik dacht wel van, oké, rustig aan. Het gaat goed komen. Maar ik heb dus een Dyson Airwrap gekocht. Hij was overal uitverkocht. Ik wilde hem super, super graag hebben. De hele tijd zat ik op allemaal websites. Ik had mezelf op wachtlijsten gezet, et cetera, et cetera. Ik ben toen op Marktplaats gaan kijken. En toen zag ik dat mensen hem hadden. Toen heb ik een bericht gestuurd met, hey, heb je nog aankoopbewijs of garantie of iets of zo. Ik weet niet wat ik vroeg. En toen kreeg ik zo'n bericht van Marktplaats met, hallo, je hebt te maken met een fraudeleuze verkoper. Niet iets kopen. Toen dacht ik echt, wow. Paniek. En toen waren er allemaal andere advertenties. Waarbij ook stond niet kopen bij deze verkoper, oplichter, allemaal dat soort dingen. Dus toen dacht ik, oké, laat maar. Ik ga niet tweedehands kopen. Voelde ik me al niet helemaal geweldig bij. Omdat ik dacht, ja, het is toch een haarproduct.
Dus haren van mensen. Ik weet niet. Ik weet het niet. Ja, ik koop natuurlijk alles tweedehands. Ik pas alles zowat in de kringloop. Ik heb ook een bikini badpak allemaal tweedehands gekocht. Dus ik dacht, ja, wat stel ik me aan? Maar ja, bijvoorbeeld een bikini broekje. Dat doe ik in de was voordat ik het aandoe. Dus toen dacht ik, nou, ik kan natuurlijk gewoon die koppen, omdat het natuurlijk los kan van het apparaat. En die kunnen nat worden, whatever. Die kan ik dan gewoon soort van in een bakje met alcohol doen, weken. Dat komt helemaal goed. Nou, ik heb dus ook hem unboxed, uitgepakt en helemaal gedacht. En dat zal ik wel eventjes een beetje erin plakken, nu dat ik dit zeg. En toen deed ik hem open, was het een beetje nog maar een element of surprise. Want er zat nog een laag, nog een laag, nog een laag. En ik doe hem open en ik dacht echt, oh my god. Ik zag, nou ja, veel stof. En stof maakt niet zoveel uit. Maar ik vind het gewoon niet zo super hygiënisch. Er zitten gewoon allemaal dikke zwarte haren in. En dan denk ik wel echt van, holy shit. Ik had spijt. Ik had echt spijt dat ik dit had gekocht. En ik kan het natuurlijk gewoon schoonmaken. Als mijn haren ergens op zitten, dan weet ik ook van mezelf, ja, ik was mijn haren gewoon. Zo smerig is dat allemaal niet, weet je wel. Dus, maar ja, als ik dit had verkocht voor zoveel geld, want ik heb er dus €400 voor betaald, dan zou ik het echt schoon hebben gemaakt. Ik zou mijn haren eruit hebben gehaald. Ik zou dat gewoon gedaan hebben. Dus dat vind ik best wel een beetje nasty of zo. En ik ben wel heel erg blij. Ik ging hem ook meteen heel eventjes testen. Toen heb ik de wat kleinere kop gepakt. En toen heb ik daar een krul mee gemaakt. En die werd wel dus echt heel erg mooi. Dus ik was daar wel gewoon heel blij mee. Want dat stond ook in de advertentie. Zij had dus 3 koppen in totaal alleen maar gebruikt. En andere niet. En op deze dingen zat geen haar, geen stof, helemaal niks. Dus dat durfde ik wel gewoon te doen. Dus ik heb gewoon een Dyson. Echt best wel apart nu opeens. Ik ga gewoon lekker binnenkort daar helemaal mee spelen. Helemaal mee bezig zijn. Ik kan het wel eventjes een beetje mee gaan nemen in de weekvlog die er nu aankomt voor jullie. Als jullie dit zien. Maar dit waren dus al de items die ik heb gekocht van Vinted. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan alsjeblieft heel veel achter wat jouw favoriete item is van deze video. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie heel graag heel snel weer. Doei doei!